Breda Nu. Je weet het meteen. Er komt wellicht weer een referendum aan voor de Nederlandse bevolking. En dit keer gaat het over de donorwet. Dus daarom zijn we vandaag de straat op om te vragen wat Bredanaars nou eigenlijk vinden van die donorwet. Dus wat vind jij van de donorwet? Ja, ik vind... ik weet eigenlijk niet. Ik vind het een goed referendum, omdat ik het nodig vind dat mensen hun lichaam delen, ook bloed. En dat moet kunnen afgeven aan mensen die het nodig hebben. Ja, ik vind het wel goed dat die er komt. Lijkt mij prima. Als de wachtlijsten daar korter van worden en er meer mensen door geholpen worden, dan ben ik daarvoor. Ja, ik vind het ook wel goed. Ik denk dat dan meer mensen gered kunnen worden die een orgaan nodig hebben. Nou, ik vind hem wel goed, want als je toch geen donor wilt worden, moet je het gewoon aangeven. En er zijn echt hele lange wachtlijsten, dus ik vind eigenlijk dat het wel een goede wet is. Nou, ik vind niet dat iedereen donor moet zijn, maar ik vind dat als je het niet wil, dan kan je toch best wel aangeven dat je het niet wil. Dan is het best makkelijk om niet aan te geven, denk ik. Ja, daar ben ik het zeker mee eens, vanwege die lange wachtrijen ook. Ik vind dat mensen die ziektes hebben en waar ze een nieuwe orgaan voor nodig hebben, vind ik wel van... Geeft ze die kans om daar wel zeg maar mee door te kunnen. En ik vind de donorwet eigenlijk wel goed. Nou, je hoort dat er mensen sterven omdat er weinig donors zijn. Dat kan natuurlijk in deze maatschappij niet, vind ik. Dat het zo nodig is. Ja? Oké, en bent u zelf ook donor dan? Ja, dat ben ik. Nee, maar als ik 18 ben wel. Ik ben zelf ook donor. Ik heb maar het vakje aangekruist voor mijn lichaamsdelen. Delen af te staan. Maar ik ben geen bloeddonor. Ik heb niet aangegeven van niet, dus ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben wel donor. Ja, mijn vader is de dokter, dus die had ook echt gezegd, Marissa, wil je het? Ja, nou, dan geef maar aan. Ik zei, nou, is goed. Nou, ik bedoel, als ik dan toch dood ben, mogen ze alles uit me halen wat nog levend is, hoor. Dus, ik bedoel, daar voel ik helemaal niks meer van dan. Ja, dat vind ik ook wel. Als je, zeg maar, mensen mee kan helpen, dan vind ik dat alleen maar goed. Ja, dat iedereen dan donor is. Ja, alle hele tijd. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.